hebben aan heel veel moeten denken en we hebben ook aan heel veel gedacht. We waren alleen het statief vergeten. Dus ik wil de vrijwillige statiefhouder Koen eventjes toch al bedanken. Het gaat niet lang duren allemaal, Koen, dus komt goed. Zo, goedemiddag allemaal. Als algemeen directeur van de VZW CWZC ben ik zeer vereerd jullie welkom te kunnen heten in ons huis. In juni laatstleden zijn de eerste bewoners verhuisd en momenteel wordt er op de plaats waar een deel van het oude klooster stond, wat u hiernaast ziet, wordt er eigenlijk gewerkt aan de derde vleugel. Tot op vandaag zetten de zusters ook nog steeds hun kloosterleven verder binnen de muren van dit gebouw. Voor de 24e editie bezoeken jullie dan ook geen volledig verlaten gebouw, want op het tweede verdiep verblijven vandaag de dag nog steeds 15 bewoners. En laat dit net de reden zijn waarom artikel 27 en wij elkaar zo snel hebben gevonden. En de passie waarmee zij artikel 27 hebben voorgesteld, hun werking en hun doelstelling en de insteek om ook de bewoners mee te integreren in het geheel van deze tentoonstelling, maakte dat ik eigenlijk niet anders kon dan positief antwoorden op hun vraag om hier een tentoonstelling te mogen organiseren. En dat op deze manier, in deze iets wat koude en sombere novembermaand, er terug leven komt in ons huis, dat is voor ons een enorme meerwaarde. Ik wil jullie bedanken voor de mooie wisselwerking en proficiat met het fantastische resultaat. Voor de tentoonstelling te openen, geef ik graag het woord aan de schepen van cultuur, Johan. Dank u. Ik ga niet zingen, hè? Maak je niet ongerust. Beste Gerlinde en Herwig, beste kunstenaars, beste bezoekers. Tijdens deze 24e editie strijken we neer in het vroegere oud klooster, rusthuis, woonzorgcentrum Catharina. Een plek die bij veel Zolvenaren dierbare herinneringen oproept. Dit gebouw wordt binnenkort afgebroken, maar gelukkig krijgen wij de kans om nog ene keer door deze gangen te wandelen. Hier kunnen we tot rust komen, genieten van kunst en van hart verwarmde verhalen. En tegelijkertijd nodigt deze expo ons uit om stil te staan bij het thema van veilige havens. In totaal hebben we maar liefst 52 kunstenaars meegewerkt aan deze tentoonstelling. De vrijwilligers en kunstenaars hebben de kamers in het woonzorgcentrum nieuw leven ingeblazen, terwijl tal van originele elementen zoals de gordijnen en de lampen behouden werden. Nog een bijzonder aspect van deze tentoonstelling is de betrokkenheid van onze zeer jonge generatie. Het maakt me zo blij om te zien dat de kleuters van de kleurdoos zo creatief aan deze expo hebben bijgedragen. Deze kinderen hebben persoonlijke banden met de bewoners. En daarbovenop komen de kleuters, de juffen en de twee meesters vaak op bezoek bij de bewoners voor activiteiten. En het is prachtig om te zien hoe zij nu in hun eigen kunstwerken hier tentoonstellen. Dit is? Ja, matras. Matras, goed. Ja. Een stuk van een bed, hè? Ah, ja. En de kunstenaar heeft hier een beeld gemaakt van een oude vrouw
met dementie. Zie je de hersenen? Een bokaal en het water staat scheef. Het gaat niet goed met de vrouw, met haar hersenen. Deze kunstenaar zegt opnieuw, zoals de eerste kunstenaar, wij moeten meer knuffelen, wij moeten lief zijn voor elkaar allemaal. En je ziet ook hier hoe zij met de beer knuffelt. Het is allemaal de kunstenaar zelf, hè? Foto's maakt van zichzelf terwijl ze de beer knuffelt. En toen zij kwam kijken naar deze kamer, had zij de kast gezien. En zij heeft thuis de kast opnieuw gebouwd. En dan heeft zij in de kringwinkel een roze pyjama gevonden. Mm-hmm. Voor 1 euro. Ja. Ze heeft die aangedaan en ze is zelf in de kast gekropen. Ze zegt, mijn veilige plek. Kunstenaars hebben ook de belangrijke taak dingen aan te kaarten, in beeld te brengen. Ik doe dat zelf met tekeningen die ik hier presenteer. Die gaan eigenlijk over homoseksualiteit in het rusthuis. Dat is dat mensen die vroeger een relatie gehad hebben, die terug naar een rusthuis gaan, die daarin een drempel hebben om daar te gaan, omdat ze het gevoel hebben terug in de kast te moeten kruipen. Mijn werk gaat daarover. Ik heb een aantal tekeningen gemaakt die ik ook effectief in een roze kast heb gestoken hier in het rusthuis. Je komt zelfs door een gouden poortje naar binnen. En als je dan binnenkomt, dan heeft Roosje, mijn partner, we werken heel veel samen, hè, dan heeft Roosje eigenlijk, wat je, als je echt in jezelf neerkijkt, ziet je in je eigen spiegel daarbinnen heel veel verschillende facetten van je persoonlijkheid. Soms kun je heel rustig zijn, soms kun je heel woest zijn. En dat verhaal proberen we een beetje te vertellen. Binnen het thema van shelter. Hè, ja. Deze kamertjes, die ook altijd een deur hebben, maar de deuren zijn nooit gesloten. Deze kamers zijn voor heel veel mensen shelter, hè, dus een plekje om tot rust te komen. Ja. Ja. En dan kan je je ogen dicht doen en dan kan je dromen dat je in de bergen bent, dat je in de natuur bent. Want deze stoel stond hier van een oude bewoner. Met een lichtbak de foto overgetekend. Die heb ik dan hierin gekleefd. Dus het zijn schilderijen, maar er zitten heel veel collages in. Collages zijn dan stukken papier, bouwpapier of zelfs textiel. Het thema is shelter voor de storm, dus ik heb ook veel gewerkt rond de storm. Storm, dat kan zijn weersomstandigheden, bliksem, regen, maar dat kan ook iets zijn dat je voelt van binnen, dus emoties. Dankjewel, Pieter. Ja.
In het begin komen die werken zo wat, hoe moet ik zeggen, depri over, droevig, te neergeslagen. Maar als je goed kijkt naar mijn werk, probeer ik eigenlijk de volgende fase uit te beelden. Dat wil dus zeggen, ik probeer eigenlijk, en de mens maakt heel veel mee, dat ziet je ook aan mijn werken, veel littekens, veel werksporen. Maar als hij daaruit is gegroeid, dan wordt dat terug in een mooie mens en dan staat die figuur. Mijn figuren staan er ook. Een schilderij, maar precies echt, hè? Ja, lijkt heel hard op een foto. Gemaakt met een heel dunne penseel, verfborstel, met 4 haartjes. En dan elk haartje van het paard geschilderd. Dus dat is heel moeilijk. En ook, dat duurt heel lang, hè? Dat is niet snel klaar. Vinden jullie het paard blij of verdrietig? Verdrietig. Ja, waarom? Vastgebonden. Is het vastgebonden, hè? Nee. Sommige mensen denken, ik wil die touwen losmaken. Want dat paard kijkt zo verdrietig, hè? Dit kunstwerk gaat niemand kopen. Dat begrijp ik. Kan je niet op je kamer zijn, hè? Dat is moeilijk. Maar, mensen praten met elkaar. Als het kunt buiten misschien, ja. Maar het is ook belangrijk omdat mensen met elkaar erover praten. Wij praten nu over doodgaan en... In deze kamer, vroeger, woonde een man, oude man, dat was zijn kamer. En die man zette altijd zijn schoenen buiten, want die wilde zijn kamer niet vuil maken. Thank you.
Nu is hij genezen. En deze tafel zijn allemaal foto's die hij gemaakt heeft van de dag dat hij hoorde dat hij kanker had tot nu. En de eerste foto zie je is een foto van een ziekenhuis. Klein kamertje met een raampje. Hier bloed, hè? Medicijnen met de verpleger. Zo gaat het verder. Je ziet ook weer de poes. Troost. Ja, nu is gezond, hè? En nu? Ja, gezond. Komt goed, staat hierbij. Tot ergens onderweg.